Jongens, welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag ben ik wedergekeerd in het prachtige Contentveen en sta ik op het laatste hoekje van de stad die niet af is gemaakt. En dat is precies waar we vandaag gaan beginnen. Dus leuk dat jullie er allemaal zijn. We hebben de vorige paar afleveringen natuurlijk heel veel leuke progressie gemaakt aan het oude gedeelte van de stad hier. We hebben heel veel nieuwe huisjes gebouwd, een paar straatdetails hier en daar. Maar toch is het vandaag tijd om inderdaad aan het andere gedeelte te gaan beginnen. En dan heb ik even zitten denken. We hebben hier heel veel bomen, we hebben hier een muur, we hebben daar een hele lelijke tijdelijke dam. Dus wat gaat de planning zijn? Willen wij dit water hier helemaal door laten stromen tot het einde en dan vanuit de waterval, vanuit de berg, het erin laten komen, zodat het natuurlijk een source heeft van waar komt dat water vandaan? Het water moet wel ergens vandaan komen, hè, jongens. Het kan niet zomaar daar zijn. Dus ik dacht, laten we misschien dat doen, maar wat we ook kunnen doen is het niveau hier compleet verlagen en dan een soort mine-achtige omgeving maken. Dat hier een beetje de, wat ja, armere mensen leven. Wat ik sowieso wil gaan doen is dan dit muurtje hier weghalen. Want dat, ja, dat is een beetje random dat dit muurtje hier natuurlijk nu staat. Zodat dit één geheel wordt, dan kan ik misschien de begraafplaats nog steeds afsluiten met een soort ijzeren hek, weet je? Dat je? Je kan nu natuurlijk alleen de begraafplaats in en uit via de kerk, via die grot daar. Maar het is misschien leuk als dan dit graf weg wordt gehaald. Heel, ja, brutaal eigenlijk, maar dat het dan hier doorloopt, weet je? Dus ik denk dat we het beste kunnen beginnen met gewoon de bomen weghalen. Want ik maak niet uit wat ik ga doen, wat mijn planning is met bouwen hier. De bomen moeten weg. Oftewel, ik begin gewoon met hakken. Ik weet ook niet waarom ik hier aan begin, jongens. Want echt waar, de stad is al zo groot. Het is zo overbodig om dit nog bij te bouwen. Het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Waarom ik hier überhaupt nog wil beginnen. Maar dan is mijn kasteel gewoon in het midden van de stad. Nu zit mijn kasteel zo aan een hoekje, weet je. En mijn kasteel moet gewoon precies in het midden staan. Overal vanaf het kasteel is stad. Houthakken is een hele saaie, vervelende taak. Maar ik weet wel, als ik dit eenmaal gedaan heb, wat ga ik blij zijn dan met het aantal hout dat ik er weer bij heb, hé. Daar kan ik zoveel mee bouwen. Maar het lijkt me wel leuk om hier een soort minegebied van te maken. Weet je? Dat hier dan allemaal grote caves zijn en mines en grote machines en zo. Of juist gewoon, maar ook met huisjes ertussen bedoel ik dan. Hè? Ik bedoel ook dan gewoon echt met leefhuisjes ertussen. Dat daar de echte armere mensen leven. Dat het er allemaal wat verstrooider uitziet, weet je? Want dat heb je ook in de stad. Van die soort districts als het ware, weet je? Gebieden gewoon. Er begint al enigszins progressie in te zitten. Je ziet dat de bomen langzamerhand aan het verdwijnen zijn. En dat een beetje het landschap tevoorschijn komt. En dan weten we, waarmee we moeten werken. Oh, ik ben bijna klaar met alle bomen, jongens. Ik heb ze bijna allemaal gehad. En dan heb ik het ook echt gehad, gewoon. Met de bomen zelf. Maar zoals je kan zien, hier achter me, wacht, ik laat het even zien. Eens even dit stronkje hier weghalen. Zoals jullie hier achter mij kunnen zien, het landschap is heel erg zoals verwacht. Gewoon best wel plat hier. Loopt een beetje lelijk hier omhoog tegen het kasteel aan. En dan hier vervolgens de grote berg. Dus het wordt echt een klusje. Dit gaat echt een klusje worden. Ik ben ook heel benieuwd hoe ik dit allemaal ga doen. Maar jullie kunnen altijd in de reacties, kunnen jullie tips achterlaten en andere ideeën van, oh Max, moet eigenlijk dit doen. Dat is veel cooler dan jouw stomme stinkidee. Want wie weet, heb ik wel een stom stinkidee. Laten we in de tussentijd ook even wat nieuw eten kopen. Want ja, mijn eten is zoals gewoonlijk weer eens op. Het gaat zo snel altijd, hè, met dat eten, joh. Net zoals dat vuurwerk hier. Mijn vuurwerk is ook alweer bijna op. Oh, wow. Het is de eerste keer dat ik aan kon vliegen en dat ik eigenlijk pas zie. Damn. Wat een verschil, hè, zonder bomen. Wat kaal en wat saai eigenlijk. Hij hoort erbij. Hoort er een beetje bij. Zo gingen de vorige delen ook. Die begonnen ook heel kaal en saai. Oké, jongens. We zijn nu de laatste bomen aan het weghalen. En dan is het plan helemaal gelukt om alles weg te hebben. Ziet het er mooi uit? Nou, nog niet zozeer. Gaat het er mooi uitzien? Ik hoop het echt zeer. Nee, dat komt wel helemaal goed, jongens. Jullie kennen het, hè? Alle vorige delen begonnen ook zo. Het moet ooit een keer zo beginnen om er wat leuks van te maken. Kijk, hoppakee. Wat een koud gebied. Het is nachtig. Daar ben ik het niet mee eens. Dat is eventjes slapen. Oh, zien jullie het al helemaal voor je, jongens? Ik zie het echt helemaal voor me. We gaan dit muurtje hier weghalen. Gaan we hem doorbrengen. En wat ik dan voor me kan zien is dat het water zo doorloopt tot ongeveer dit punt hier. En dan landing. Laten we het water misschien daar de berg inlopen in plaats van een waterval eruit. En dan hakken we dit echt helemaal op zo deze manier zo eruit. Als een zo rond gat. Met palen die het ondersteunen. En dat het water daar dan naar binnenloopt en dan in een grote megagrot daar komt het water eruit stromen. En dat zorgt dus voor het meertje hier. Dat is dus ook een natuurbergbronwater idee. En dan loopt het water dus zo dan daar erin. En dan hier kunnen we gewoon land maken met verschillende niveaus. Waardoor het niet één en al water is. Dat zou zonde zijn. Het is allemaal nog niks. We hebben een soort van watervalletje daar. Dus waar kunnen wij het best mee beginnen als we dit idee willen doen? Ik denk deze muur hier weghalen. Ik denk dat dat serieus mijn beste optie is. Want dan begin ik al een beetje fris. Ik weet niet of ik het fris mag noemen, maar ik denk dat het gewoon een goed begin is. Oeh, laten wij trouwens ook gelijk al het hout er even in de kisten doen die ik hier heb geplaatst. En dit is het resultaat. Behoorlijk wat hout. En behoorlijk wat andere troep, zo. Maar goed, laten we eerst de muur weghalen.
En dat was dan het hout weer. Oké, laten we het even allemaal oppakken. Dat was een grote fout. Laten we het even oppakken, want ik denk dat er overal best wel wat hout ligt hier. Daar en nergens. En weet ik veel waar allemaal. Er ligt helemaal geen hout. Oh, daar is het. Ik kan het zeggen. Waar is het hout? Simpel taakje. Dan nu de muur zelf. En dat is een iets moeilijker taakje, want dit is op verschillende hoogtes. Ja, dit is best wel vervelend taakje om te doen, dit. Gelukkig ging dat behoorlijk snel om het weg te halen op die manier, jongens. Voor jullie. Voor mij duurt het nog steeds lang. En nu hebben we een beetje een beter zicht over hoe en wat. Maar wat me wel gelijk opvalt, is dat de begraafplaats wel echt exposed is nu, als het ware, weet je. Dus misschien moeten we dan daar een nieuwe, grotere omgeving van maken. Of hier gewoon hekken neerzetten of zo. Of weet ik veel wat, dat moeten we even kijken. Maar dat zien we wel later. Ik denk dat we eerst met dit gedeelte hier eens een keer moeten beginnen. Om de aansluiting vast te laten kloppen. Daar is het daadwerkelijk zo hoog. Maar misschien dat ik dit een beetje weg kan halen. Helemaal tot hier ongeveer. En dan dat stukje ook naar beneden kan laten gaan. Maar ja, dat water is ook weer een stuk lager, hè. Dit is nog best wel even nadenken wat ik hier moet gaan doen. Sowieso mijn spullen weggooien. Of weggooien in een kist doen. Oh, ik heb wel lekker veel stenen zo hiervan gekregen. Daar ben ik wel blij mee. Van die muur. Kan ik weer een andere dingen geven. Of uitgeven. Hoe gaan we dit gebied noemen? Want dat is het nieuwe gebied. Zo heet het. Maar misschien dat we dit dan het watergebied moeten noemen. En dat we dit dan het minersgebied. Het ligt eraan wat het wordt. Het kan ook grote farmlands worden. Dus dat betekent dat ik meerdere farms kan maken. Ik kan er ook gewoon weer een woongebied van maken. Ja, maar dat hebben we al een beetje, weet je. Ik vond mijn lijp idee met die grot op zich wel cool. Maar misschien in plaats van de grot daar, de grot hier in de hoek maken kan ook wel gaaf zijn. Dat die zo loopt en dan misschien zo een beetje afloopt. Oh, ik heb een idee, jongens. Waar we kunnen beginnen voor vandaag met dit. Of voor vandaag. Voor nu. Kijk, als ik nou helemaal hierheen ga, naar dit gedeelte, naar Post Pizzeria, dit moet uiteindelijk doorlopen natuurlijk. Dus wat nou als we beginnen met even dit door laten lopen tot een bepaald punt. En dan vanaf daar kunnen we kijken dat tot het, waar we het water willen hebben, waar het water vandaan gaat komen. Wat de oorsprong van het water is. Wat de water zijn naam is. Of de water een hij of een zij is. Of iets anders. Nee, ik weet niet. We moeten gewoon even kijken hoe en wat. Oké, dat we deze palen er staan. Het zijn er niet zoveel. Maar dat wil ik juist expres doen. Om even te kijken hoe dit ongeveer zou ogen als ik het wel zou doen helemaal. Weet je, als ik het helemaal af zou maken. Ik denk dat het wel mooi is om het niet rechtstreeks onder de brug te laten stoppen, dit pad. En dan daar te beginnen met de minesystemen en zo. Omdat het anders zo heel precies in het midden zit. En ik wil het wel een beetje, ja, door laten lopen misschien, weet je. Misschien nog heel eventjes dat ik het tot iets naar de waterval door laat lopen. En dat daar dan in die hoek de cave systeem zit. En misschien dat het water dan de cave in kan lopen vanaf een bepaald punt. Of ik weet het niet. Dat water zit ik echt mee te struggelen, jongens. Als jullie ideeën hebben, laat het in de reacties weten. Want je ziet het, ik zit echt een beetje met het water te struggelen wat ik daarmee wil. Waar het heen moet lopen, waar het vandaan komt en zo. En als je daar toch een reactie aan het plaatsen bent erover. Like even de video. Als we geen 5000 likes halen, kom ik je opzoeken. En abonneer even, dankjewel. Ben je nou nieuw op mijn kanaal? Reageer dan ook even gewoon, hey, walnoot, stinknoot, ik ben nieuw. Of als je pas een weekje kent of zo, dan mag je het ook reageren. Ik ben wel benieuwd, hoe lang kennen jullie mij al, jongens, op YouTube? Ik gewoon echt een hele simpele vraag, wat helemaal niks met de video en de situatie hier te maken heeft. Maar ik ben er oprecht gewoon benieuwd naar. Ik denk dat ik het met een slappe bocht terug wil maken. En niet een scherpe, maar echt gewoon zoals dit, weet je. Dat hij een beetje langzaam zo bloep deze kant op gaat tot hij de berg bereikt. Wat hij nu eigenlijk al gedaan heeft. Ik vind het moeilijk. Ik ga hier heel eventjes staan, jongens. Ga ik heel eventjes nadenken. Gewoon even mijn camera zo neerzetten. Dan ga ik even nadenken wat ik precies hier wil. Oké, ik heb er even een tijdje over nagedacht. En ik denk dat ik het met mezelf eens ben. Ik weet niet of ik dat het best kan zeggen. Wat de planning is, is we gaan dit hier komen. Ik heb een leuke planning. Wat ik wil doen, is ik wil toch even iets, nog twee palen weghalen vanaf hier ongeveer. En dan vanaf daar, misschien vanaf die paal waar ik nu op zit, wil ik een lijn trekken naar de overkant en dan symmetrisch hetzelfde bouwen daar. Dan heb je een soort van vierkant hokje, wat je dan misschien krijgt. En daaruit wil ik de dam maken. En dan niet een ouderwetse houten dam, maar echt een grote stenen dam waar dan 3 of 4 verschillende waterstromingen uitkomen. En dat water komt dan daarin een soort lager iets terecht en daar houdt het een beetje op, weet je. Daar wordt het misschien gefilterd voor stadsgebruik, dat de stad gewoon water heeft en zo, weet ik wat allemaal. Het wel een hele klus worden, maar ik denk dat ik het een beetje uit kan werken nu in mijn hoofd. Maar dan moet ik even kijken hoe en wat. Laat ik gewoon even de lijn maken naar de overkant. Ik denk dat ik gewoon ga beginnen. Ja, ik moet toch ergens beginnen. Het gaat wel echt een uitdagend gebouw worden, dit. Een dam bouwen. Echt een mooie dam. Maar ik denk als die af is...
Daar ben ik er wel heel blij mee. En dan moeten we denk ik maar beginnen met dit gedeelte hier. Ook nee, dat is water. Ga weg. Dit gedeelte hier moet denk ik gewoon even plat. Dit hier. Het is nu allemaal hoge grond en zo. Maar daar heb ik helemaal geen ene drol aan. Aan al die hoge bergen. Oeh, en dan moet ik dit ook netjes door laten lopen natuurlijk naar de grond. Kan niet zomaar verder in een berg zijn. Palen moeten natuurlijk door. Oké, en dan kunnen we denk ik vanaf hier... kunnen we door laten lopen. Of niet precies op dezelfde lijn te zitten als aan de overkant. Gaat ook net niet gebeuren, zie ik nu. Maar dat maakt niet uit. Ik denk dat we als we hem gewoon door laten lopen... dat het niet specifiek hieraan op aan hoeft te sluiten. Weet je, heel netjes. En dan nog twee hoger, zo. Jawel, dat moet wel netjes aansluiten. Oh, waarom moet het netjes aansluiten? Sorry dat ik trouwens vandaag helemaal in het zwart ben, jongens. Al mijn kleding is hier, die zit nog in de was. Ik kan er eigenlijk niet omheen draaien. Ik moet gewoon nog de was doen. Normaal probeer ik altijd wel een beetje iets van wit aan te doen of zo. Dat ik het niet heel, ja, duister. Zoals het nu uitziet. Maar ik heb wel een leuk Minions t-shirt. Dus het is wel leuk. Alright, nu de paaltjes zijn geplaatst. Nog niet helemaal op de goede hoogte aan die kant. Maar dat maakt niet uit. Kan ik beginnen met de randjes toevoegen even. Of zou ik gewoon nu zelfs al... Weet je, ik doe nu wel gewoon even zoals platform ertussen. Dat we er gewoon netjes overheen kunnen lopen al. Beginnen we even gewoon met gras en dirt. En dan passen we het later naar steen aan. Ja, dit gaat een simpel klusje worden, jongens. Dit gewoon lekker invullen. Zo, dat is de eerste kant helemaal af van... Nou, helemaal af, wat zeg ik nou? Gewoon het gras erop geplaatst. Dan gaan we naar de andere kant. Doen we daar even hetzelfde. Ik zit te kijken. Dit is gaat... Hier blokken die kant op. Maar dat komt later wel. Laten we het eerst even gewoon invullen hier. En het voordeel is, deze kant is echt veel makkelijker om te doen. Want daar moet ik nog die hele poepberg moet ik nog verbouwen. Maar hier heb ik gewoon dit gedeelte staan. Dus alleen ja, dit kleine hoekje hier even een beetje bij te werken en zo. En dat scheelt gewoon een heleboel tijd. Alright, laten we dan gelijk even de randjes netjes afwerken weer. Hopsakee en hopsakaas. Zo. Gooien we de lekkere walls tussen alsof het niks is. En dan is het helemaal af. Dankjewel voor het kijken in deze video. Tot de volgende keer. Grapje, daar zijn we hier. Laten we het ook even aan de andere kant doen. Kijken wat voor resultaat dat geeft. Ik ben zo hyped om deze dam te bouwen, jongens. Ik ben serieus, deze dam, dit is gewoon weer even een groot project. Het laatste grote project wat ik had was misschien de bank, weet je. Voor de rest, ja, al die huizen zijn natuurlijk leuk. En zo'n grotje hier en zo. Maar ja, het is niks bijzonder groots. Net zoals het kasteel, dat was gewoon echt een lijp project. En dat mis ik. Ik wil gewoon weer zo'n project hebben. Dus ik hoop dat de dam en zo'n grote mine dat precies kan zijn. Daar gaan we in ieder geval voor. Zo, nu is dit... Oh, wat doe ik nou? Ik doe het allemaal fout. Dit dichter kan dit muurtje hier kan ook een keertje weggehaald worden. Zo, hoppakee. Dan staat Post Pizzeria hier een beetje in de weg. Laten we die even weghalen, zo, hoppakee. Hier dan onderdoor moet lopen, ja prima, boeien, weet je. Ja, dit ziet er al goed uit, jongens. Het idee, een beetje de outlines van het idee, kan ik het beter noemen, die beginnen al te komen. Als ik nu dan hier de rand maak, het water tot letterlijk dit streepje door laat lopen. En dan vanaf daar komt ook de dam, als het ware. Dat gaat leuk worden, dat gaat echt lijp worden. Nou, laten we dan gelijk maar verder gaan met het project. Dan wil ik de dam... muur, de eerste muur, want er gaat in verschillende hoogtes zijn. Die wil ik, ja, drie dik is misschien een beetje te dun. Ik denk als ik hem zo doe, hem zo dik maak en dat dan dit echt de dam is waar je misschien overheen kan lopen, waar ik misschien een soort lang huis op de dam kan bouwen zelfs. Oh. Kan nog wel eens leuk zijn, kan nog wel eens leuk zijn. Een soort brug de huis van maken, overkappen. Ja, dit is de goede breedte. Ik weet het nu al. Zo, oké. Dan kan hier dus het pad tussen. Dat wil ik eigenlijk een beetje met stenen zo doen, maar nou, het gras is misschien lelijk om dat mee te doen nu. Ja, ik ga het niet in het gras doen. Maar wat ik wel met gras ga doen, is gewoon dit randje hier nu erbij opvullen. Zo, hoppakee. Het gras markeert dan gewoon heel netjes waar ik uiteindelijk ook steen wil hebben en waar ik misschien huizen kan bouwen en weet ik wat allemaal. Zie dat hier zelfs een pad omhoog kan. Of een ingang in het kasteel. Een ja, weet ik wat voor ingang het is. Nog een ingang. Ik vind dat zo leuk om vooral jullie ideeën gewoon te lezen. Dat jullie dan met ideeën komen. Sommige ideeën zijn echt poep. Dat ik echt denk van ja. Maar sommige ideeën zijn ook leuk. Ik bedoel, gewoon gokken. Gok het erop. Oké, dan wil ik dit even fixen hier. En dan denk ik dat ik hier ook op dit plekje. Wil ik dan denk ik ook mijn stationnetje maken. Waar ik dan gewoon al mijn kisten even plaats. En ja, voor het hele gebied hier. Alles wat hier gebouwd wordt. Wil ik gewoon hier mijn werkstationnetje hebben. Weet je, dat ik hier altijd naartoe kan om spullen op te slaan. Het ziet er nu nog netjes uit. Maar het gaat waarschijnlijk één grote kistenbende worden zoals altijd. Dus laten we dit even omtoveren. In 3, 2, 1. Ik weet niet waarom ik ging aftellen. Het staat er nu. Gewoon redelijk netjes. En zo bijzonder was het eigenlijk niet. Oké, dan is het nu tijd om dit helemaal op te vullen. Ik denk dat ik dat met steen en cobblestone doe. Dan kan ik de randjes hier opvullen. Dan kan ik het water hier een beetje netjes weer door laten stromen misschien. Pad, nou, misschien dat ik dat nog niet doe in verband met dat ik aan het bouwen ben. Dat ik dan denk van, laat ik maar eventjes het water wachten. Want het water kan heel vervelend zijn als het er al zit, weet je. Ik bedoel, ik kan niet ademen onder water, dus misschien een dingetje. Nou, daar gaan we. Hele saaie taak, maar het moet toch gebeuren. Zo, dat zit er ook allemaal in. Best een simpel taakje als je het mij vraagt. Oké, en voordat we dan met deze kant van de dam
dan beginnen. Laten we wel dit hoekje afmaken in ieder geval. Want stel het is af, bedoel ik. Dan kan ik altijd nog twijfelen over het water of ik het wil door laten lopen. Wat me wel opvalt is dat het water best wel laag is en dit best hoog. Dus misschien dat ik daar een foutje in heb gemaakt, maar misschien ook weer niet. Nou, dat moeten we even uitvogelen. Laat ik even een blokje plaatsen of een randje dat ik weet tot hoe hoog het water ongeveer is. Hier, dat doen we dan ook gewoon letterlijk met zien wool. Zijn wool. Zien, zijn. Puur om te kijken wat het resultaat zal zijn. Het water zit op deze hoogte. Dus als we dit blauwe lijntje helemaal door laten lopen tot dat daar. En dan dit naar beneden. Oh mijn god, ik heb niet genoeg blokken daarvoor. Het is wel hoog, moet ik toegeven hoor. Dit. Die misschien te hoog is, maar het heeft zoveel tijd gekost om dit stomme blokje te plaatsen. Ik hem eigenlijk te hoog vind. Oké, het zou kunnen dat hij zo hoog is. In principe kan het ook wel. Maar, dan moet aan de andere kant, moet die wel echt een stuk lager zijn, het waterniveau. Hoe hoog het water drijft, als het ware. Dan moeten we het zeg maar echt op dat niveau brengen daar. En dat daar dan het waterrandje zit. Dus dat betekent dat het helemaal zo ver uitgehakt zou moeten worden. Waardoor alles in één keer nog een stuk groter wordt. Maar, het voordeel is als ik dat wil doen, dat we dan wel weer op het niveau van de begraafplaats komen. Ongeveer. Wat dan weer heel fijn zou zijn, weet je. Dat moet sowieso trouwens. Besef ik nu dat we dat sowieso moeten doen. Dat niveau hier zo laag. Laat ik alleen het buitenste randje even weghalen. En die een beetje lager plaatsen. Wie deed dat? Wat doen jullie daaronder? Niet nog geschieten, hè? Gaan het randje even kijken. Zo even weghalen. Wat lager plaatsen. En stel, ik vind het dan toch mooi. Ja, dan moet ik dit allemaal hier maar weghalen. En dan is het pech. Dan moet ik het gewoon dubbel op doen. Maar hè, als ik het nu doorzet. En ik ben het er niet mee eens. Dan en het is af. Dan ik zou echt niet met mezelf kunnen leven. Op het moment dat het bouwwerk af is. En dan denk ik, hij is eigenlijk te hoog. Had ik hem toch maar lager gedaan, weet je? Daar gaan we. Ik zie nu al dat dit niveau beter is. Dan oogt het echt van het water is hier vet hoog en is het water daar vet laag, weet je? Qua waterniveau maakt het eigenlijk geen verschil, maar het oogt dan hier hoger dan... Ja, jullie... Ik snap het. Ik hoop dat jullie het snappen. Oké, we zijn bijna klaar. Hij is bijna een niveautje laag geplaatst. Of zelfs drie niveautjes. Kunnen we even opnieuw kijken hoe het eruit ziet. Dus ik denk dat ik nu een stuk meer tevreden ben dan dat ik net was. We willen natuurlijk niet dat de dorpelingen die hier allemaal wonen denken... Je dam klopt niet. Want dan is er een probleem. Want dan is er een probleem. Dan... Wow. Want dan is er een probleem. Alright. Dan moet ik hier wel zo meteen met trappetjes gaan werken natuurlijk. Maar dat komt wel goed. Even kijken hoor. Ja, dit is beter. Dit gaat ook veel meer als een dam voelen. Als ik hier dan een trappetje in het midden bouw dat zo naar beneden gaat. Gaat het veel... Ja, dit voelt logischer. Dit gaat echt veel beter voelen. Oké, dan nu wil ik 1, 2, 3, 4, 5. Bouw ik dus van 5 ertussen. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Zelfde aan de andere kant. Kijken hoe we uitkomen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oeh, dat komt zo bijna perfect uit. Maar dat maakt niet uit. Dat dit het midden is, is echt wel genoeg. Oké. Ik denk dat ik toch... Wacht even, ik ga het even opnieuw doen hoor. Want ik zit even op het uiteindelijk het grotere plaatje zit ik in mijn hoofd te bedenken. En dan kan dit niet helemaal kloppen. Ik het dan beter kan doen misschien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Dus dan heb ik een breedte van 6 ertussen. En dat dan doorzetten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Laten we dit even bekijken. Kijk, dit komt uit. Nu hebben we 6, 6, 6, 6. Dat klinkt heel duivels. Maar alleen maar 6'jes hebben we hier. En dan... Zullen we het ook even aan de andere kant doen? Zo, ja, even kijken. Ik heb even heel veel plaatjes namelijk van ouderwetse dammen opgezocht van vroeger. En gewoon de huidige dammen van nu. En dan vielen me een paar dingen op. Dat is dat het altijd met soort van bochels zo erop loopt. En het loopt schuin naar beneden. Nou, schuin kan je natuurlijk niet echt doen in Minecraft. Dus dan kunnen we het in laagjes naar beneden laten lopen aan deze kant. Ja, aan deze kant moet het gewoon direct het water in natuurlijk. Maar hier maken we het zo. Dus deze maken we dubbel dik telkens. Om het een soort van pilaren te laten lijken. Weet je, alsof ze zeg maar zo geklemd eromheen zitten. Snap je dat? Als ik dit dan ook zo naar beneden breng uiteindelijk. Zo op deze manier. Het is net alsof er zeg maar zo'n handje die hem zo vastpakt. Oh, ik hoop echt dat mijn uitleg af en toe duidelijk is. Soms snap ik ook echt niet wat ik zelf zeg of zo. Dat ik denk van, oh, een goede uitleg, Max. Maar dan is het helemaal geen goede uitleg. Maken we het nog even iets minder vierkant door gewoon stairs erop toe te voegen. Die kant doen we later wel. We doen eerst trouwens, ik maak eerst wel helemaal netjes deze kant. Misschien nog wat slabs hierop. Om het een beetje dikker te maken. Normaal doe ik dit altijd in een timelapse, jongens. Maar ik ging vandaag content veen opnemen en ik dacht... Weet je, ik ga gewoon een keertje mijn video doen. En dan in plaats van dat ik tijdens een groot iets bouw een timelapse weer eens aanzet... ga ik het doen hoe ik het aan het begin van dit seizoen deed. En dat was namelijk altijd gewoon laten zien wat ik aan het bouwen was. Voor zo'n reason vond ik dat altijd wel toen heel leuk. En toen ben ik natuurlijk op timelapse overgegaan. Maar ik dacht, we kunnen wel weer eens een beetje een soort van OG-achtige... Golden Fame video stijl maken waarin ik gewoon letterlijk een beetje vertel wat ik hem aan het doen ben tijdens het bouwen. Als jullie het leuk vinden, laat het weten. Oh, dat is trouwens wel een goede poll. Gaan we nu komen. Komt-ie, hè? Let op. Wat vind jij leuker? Een timelapse? Of dat ik op deze manier alles bouw en vertel wat ik aan het doen ben? Laat het nu weten in de reacties. Dag. Dan ben ik wel benieuwd naar wat jullie te zeggen hebben. Oké, nu dit gedaan is, kan het ook wel een beetje van de andere kant... Laat ik even kijken hoe het er überhaupt uit.
uitziet. Dat heb ik nog niet eens gedaan vanaf deze kant. Oh. Oeh, ja, dat is leuk. Oeh, dat is heel leuk. Als ik dit dan... Ja. Mee eens, mee eens. En om het dan zelfs nog wat dikker te maken, doen we het zo. En dan hier... Zo. Hatseflats. Ja, oh, het moet echt een dikke, veel te brede damp zijn. Waar geen scheurtje in kan komen, omdat die veel te stevig is. En omdat dat vakmanschap gewoon goed bedacht is door mij. Dan nu een hele vervelende taak. Dat is namelijk deze pilaren naar beneden brengen. Maar ja, de vloer is best laag. En je kan niet zomaar vliegen in de lucht tijdens het bouwen. Het is geen creative. Oftewel, we hebben dirtpilaren nodig. Yeah, we gaan weer met dirt werken. Mijn leukste activiteit. Dirtpaaltjes bouwen. Dirtpalen zijn zo ontzettend mooi. Ik wou dat mijn hele stad er gewoon in bedekt was. Niet waar trouwens. Waarom wil ik trouwens dirtpalen maken? Ik kan toch gewoon letterlijk zeggen, ik ga hier nu naar boven bouwen zoals dit met het goede blok gelijk. Maar ik kan af en toe echt niet nadenken. Kijk jongens, dit ziet er goed uit. Ik heb de pilaren iets naar voren gedaan. Nu ga ik dit ertussen, ga ik iets minder dik doen, waardoor je echt diepteverschil hebt natuurlijk in de muur. En dan komen op dat niveau natuurlijk allemaal gaten in de muur waar het water doorheen moet stromen. Om vervolgens naar beneden te stromen in een watervalletje. Om op een heel ander waterniveau te komen. Ik hoef jullie niet uit te leggen, dat is letterlijk hoe een dam werkt. Maar dan geavanceerd en niet zo simpel zoals ik net vertelde. Dus laten we het binnenkantje ook gelijk even opvullen. En dat doen we wel netjes op de manier dat die pilaar zelfs misschien nog een dikker randje heeft. Zo. Ja. Oh, dat maakt hem iets ronder zelfs. Ik ben zo hyped voor deze build, jongens, weer. Zo wat anders weer dan gewoon een simpel stom huisje. Niet dat de huisjes stom zijn, hoor, daar niet van. Ik vind het hartstikke leuk, maar ik ben gewoon even blij om weer wat anders te doen. Ik denk dat dit gebied van het dorp zo ontzettend cool kan worden. En ja, het is een soort van het nieuwe gebied, want we hebben er nog niet echt een naam voor. Maar dat komt wel. De naam daarvoor, dat komt wel. Ja, dat ziet er goed uit. Dan nu vullen we de tussenstukjes op, wat ik eigenlijk al zei dat ik aan het doen was, maar nu ga ik het echt doen. Oeh, dat opvullen gaat er clean uitzien. Moeten jullie zien. Als imagine dit en dan overal. Ja, dat gaat er heel clean uitzien. Zo, dat is ook weer gedaan. En het ziet... Oh, wat ziet dit er clean uit. Wat ben ik blij met dit resultaat. Dit is echt veel mooier dan dit houten balkje wat hier staat. Imagine, en dit is alleen de saaie achterkant. De lijpe voorkant, die wil ik letterlijk hier maken. Dit is gewoon echt letterlijk de saaie achterkant. En je moet je ook even voorstellen, vanaf dit blauwe lijntje hier komt onder water te staan. Dus ik denk trouwens dat... Microfoon valt op. Ik denk trouwens dat heel veel niet eens te zien is hiervan. Want als je ziet, dit lijntje, die moeten we ongeveer zo doortrekken. Dus waarschijnlijk komt die lijpe onderkant die hier zit, kom je amper te zien. Of ik moet het water... Ja, ik ga de grond trouwens, de bodem eventjes wat lager maken. En dan komt het wel goed. Dan komt het zeker goed. Ik vind het zonde als je dit lijpe gedeelte hier niet zou zien. Wat ik nu dan wil gaan doen, is eventjes dit hier dichtbouwen. Dat dit ook gewoon netjes doorloopt zoals dat. Hetzelfde aan de andere kant. De vloer van het water goed maken. En op dat moment gaan we definitief beslissen of ik alvast het water tot dit wil laten doorstromen. Puur zodat het er dan eventjes mooier af uitziet. En dat ik dan na deze aflevering gelijk op dit gedeelte kan focussen. Want dit wordt het echte leuke gedeelte. En de andere kant van de dam natuurlijk. En dit wordt de mooie kant. Dit wordt de voorkant. Dus hier moet het water echt doorheen stromen met watervalletjes en zo. En dan moeten we daarna kijken, wat doen we met het water hier beneden? Laten we dat in een beekje? Of laten we dat in een groot, ja, meertje? Of laten we het misschien een beetje die kant zo oplopen richting de begraafplaats. Dat het aan dat aansluit. Daar weet ik veel. Het zal allemaal wel. Ik moet het uitvinden. Eerst heb ik even wat nieuw steen nodig. Want mijn steen is op. Maar gelukkig hebben we hier het beste winkeltje. Of wat is het? Het beste steen van Contentveen. En daar verkopen ze cobblestone. En het is 2 stekkers, 1 diamond. Dat betekent 1, 2, 3... 4 diamonds. Maar waar is een ender chest? Is hier rechts een ender chest? En Justin, een huisje van Justin hier. In dit huisje misschien. Ja, ender chest. 1, 2, 3, 4. Hoppa. Oh, moeten we gelijk even wat nieuw vuurwerk pakken. Want dat is ook weer eens op. Het zal weer eens niet. En mijn vuurwerk is weer op. Hoppakee. Zo. Nou, dan kunnen we nu doen wat ik net zei. En dat was... Oh ja, dit opvullen. Dit hier beneden. Dit opvullen. Oh, ik heb die kant inmiddels al opgevuld. Maar ik wil hier beginnen. Ik bedenk, maar dit moet eigenlijk nog een stuk verder naar beneden. Want anders, als het goed is, is hier... Oh, huh? Kijk, ja, daar is het zeelevel niveau of het grondniveau en dit is te hoog. Overduidelijk. Hoe kan het trouwens dat het water hier niet doorheen stroomt? Volgens mij als ik deze rand heb gedaan, ben ik op het goede niveau. Want kijk, hier stopt de huidige, ja, tijdelijke dam die we ooit gebouwd hadden. Die stopt hier en als het goed is, als ik dan even dit blokje hier weghaal, even deze... Ja, oh, nu gaat het water wel ineens door. Kijk, maar dan kom ik wel op het goede niveau van de vloer, zie je? Dus als ik hier stop, dan betekent dat ik hier goed zit. Dan kan ik dit met dirt uiteindelijk vervangen. En dan kunnen we dit nu even helemaal naar beneden netjes afwerken. En dan weten we dat dit de goede hoogte is. En dan op zich krijg ik nog best wel veel van de dam te zien als ik het zeg maar op dit niveau hou, weet je. Want het loopt een beetje zo dieper naar binnen, dus dat komt op zich wel goed uit. Wat ik zo meteen hierna wil gaan doen, jongens. Ik heb natuurlijk dit, als dit gedeelte hier af is en dit zo gedaan is, dan wacht ik toch nog heel even met het water. Maar wat ik daarna heel even wil doen, is kijken in mijn brievenbus. Want
Een paar video's geleden heb ik de Belastingdienst geactiveerd. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Nou, iedereen vond het natuurlijk hartstikke leuk dat ik geld van ze vraag. Ik bedoel, wie vindt het nou niet leuk dat je eigenlijk bestolen wordt? Maar ik zei in het boekje, elke zondag verwacht ik dat jullie allemaal betalen. En moet je nou eens kijken welke dag het is. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar zondag 11 september. Oftewel, tijd voor belasting. Laten we even snel dit hier zo netjes afmaken. Zo, hebben we even nieuwe stone bricks. Even netjes naar beneden. Oh, deze palen kloppen trouwens helemaal niet. Deze moet weg. Goed, kijk. Moet die hier staan? Klopt dat met... Oh, dat klopt ook met de andere kant nu. Ja. En die moet hier. Zo. Oh, wat zijn hier veel palen. Wat is de rommeltje hier? Ah, gelukkig lossen we het gelijk op. Hey, René zegt de ruimtegrot is weer open. Laat maar even weten wat je van vindt. Oh, daar gaan we zo overheen. Dat is natuurlijk weer een tijdje dicht, omdat die onder constructie was namens René. Maar als hij weer open is, ben ik wel heel benieuwd wat er van geworden is. Kijk, dit ziet er goed uit. Ik heb nu aan beide kanten heb ik de platform dichtgemaakt. Dan kan nu in principe de vloer even netjes doorgetrokken worden. Wat denk ik niet zo'n hele moeilijke taak zal zijn. Ik moet alleen even uitvogelen hoe diep hij daar dan wel is. Maar als ik die uitlijn gewoon hier netjes krijg door de dam heen, kan ik hem gewoon doorwerken daarin. Dus dat komt wel goed. Leggen we ons steen eventjes terug, want ik denk niet dat we dat meer zo snel nodig hebben. En dan halen we zoveel mogelijk. Waar is het gras eruit? Hadse patse, hadse flat. En nu even kijken. Kijk. Hier is het goede niveau. Dit gaat wel een irritant taakje zijn, aangezien het water de hele tijd mee zal gaan irriteren. Spijt dat ik het steen heb weggedaan, want ik ben nu bezig met dit ook even iets plat te maken aan de andere kant. Omdat ik dit gras natuurlijk in een goede vorm probeer te krijgen. Maar ja, dan moet dit ook weer doorgebouwd worden naar beneden. En mijn steen heb ik zojuist weggedaan in de kist. Dus ik moet terugvliegen naar mijn kistje om het op te lossen. Maar dat komt zo. We hebben in ieder geval bijna de vorm. Je kan het zien langs dit randje hier is ongeveer de goede vorm. En met heel veel geluk is de vorm hier eigenlijk al een beetje zo. Ik hoef het alleen maar even netjes af te werken en dat grote gat bijvoorbeeld daar weg te halen. En dat is trouwens het gat waar in aflevering 1 in de livestream Reno en ik een bosbrand hebben geblust. Wow, dat is dit gat gewoon. Dat valt me nu pas op. Oké, nu ga ik dit dus netjes afwerken. Dit is ongeveer het midden. Laat ik dit dan ook gewoon misschien een beetje even in een netjes lijntje doen hoe ik het wil hebben. Dat komt trouwens echt perfect uit met gewoon de hoogte van dit. Ik heb het echt verkeerd ingeschat. En dat is positief, want ik dacht dat ik het verkeerd had ingeschat. Maar mijn inschatting was verkeerd, waardoor ik het goed heb ingeschat. Big brain. Oké, dan aan deze kant is de grond in principe gewoon netjes. Zie je, het is onder water, dus dit is netjes genoeg, weet je. En dan nu laten we dit een beetje hetzelfde doen. Aan de andere kant, want het ziet er echt nog rommelig uit. René zegt, ik heb al mijn katten laten opstaan. Nu is er 7 katten rijken. Terwijl heel veel babypoesjes. Ik wil op kraamvisite. Volgens mij heet dat zo. Heet dat kraamvisite? Ik heb geen idee hoe dat heet. Op visite als er iets is geboren of zo. Huh? Ik ben hier aan het plaatsen. Wat is dit? Waarom wordt het gras hier ineens zo licht? Hoe kan dat? Huh? Zit een andere biome? Oh mijn god, omdat dit best wel, ja, niet het echte niveau is, valt dit onder een lush cave. Waardoor het gras hier gewoon een andere kleur wordt. Maar goed, in ieder geval, volgens mij heb ik alles gedaan wat ik wilde doen qua de bodem hier netjes maken. Want volgens mij klopt alles qua niveau wel een beetje. Dus wat we zouden kunnen doen is nu het water door laten stromen. Maar ik wil eerst even de belasting checken. Oh, laten we dat in ieder geval eerst doen. Want dat ziet er wel echt lelijk uit. En dan ook even tijdelijk toch nog gewoon dit van hout. Omdat ja, dan ziet het er eventjes terwijl ik weg ben, weet je, met dit misschien mooier uit dan dat het er nu uitziet. Dan ziet het er zo rommelig uit en dan kan ik dan weer niet tegen. Oké, dit randje hier even netjes. Ik hoor allemaal monsters en beesten, maar die laten we heel even met rust. Want ik heb geen zin om daar iets tegen te doen, want ik ga hier toch nooit meer onder water komen. Zo. Oeh, dat randje daar alleen nog. Die ziet er een beetje random uit. Oh, ik hoop zo echt dat het nu werkt als ik dat, die dam weghaal, dat het er niet random uit gaat zien. Oh, ik hoop zo echt dat dat gewoon zo is. Oké, in ieder geval, dit ziet er gewoon prima uit nu. Netjes afgewerkt. Het water zou door kunnen lopen nu. En dan is dat houten rare dammetje ook weg. Maar daar wachten we nog even mee. Zoals ik al eerder zei. Want we gaan even kijken naar de ruimtegrot. En dan de belasting even checken of mensen wel echt betaald hebben. Want anders worden ze bestraft met een executie zoals ik al eerder had vermeld. De ruimtegrot. Hoe ziet die eruit? Boom. Wow. Damn. Hij is helemaal verbouwd. Oh, dit is lijp. Oh, maar deze is hier ook nog gewoon dieper met water hier. We gaan over een bruggetje gaan we. Wow, wat ziet dit er leuk uit, hé? Ik vind het oprecht heel, heel amazing. Oké, dan komen we nu in een soort amethyst. Alsof we door een amethyst blok heen moeten, weet je. Dat bestond nooit. Wat is dit? Huh? Damn, wat is dit dan? Post voor je walnoot, zegt... Oh nee, niet Frederik. Oh nee. Oké, dit is een soort, ja, ik weet niet precies wat ik dit... Misschien een soort ruimtekamer of zo. Heel leuk in ieder geval. Dan lopen we door. Daar komen we natuurlijk bij onze bekende ruimte. Oh, ik snap het al. Het zijn gewoon net zoals dit hier. Het is gewoon een stukje ruimte wat je hier ook ziet. Dit. Damn, wat leuk dat je aan de andere kant nu ook gewoon een beetje ruimte dingetjes hebt zoals dit.
En dan, dit kennen jullie natuurlijk al. Dit is waarom het de ruimtegrot heet. Dan lopen we door. Kampvuurtjes, watervalletjes. Damn, René. Respect voor hoe je hem gemaakt hebt. De ruimtegrot is zo leuk. Ben ik blij dat René die gemaakt heeft. Sorry, ik weet niet waarom. De ruimtegrot hier, dat zijn natuurlijk ook al gemaakt. En nu dit erbij. Zo mooi. Laat me weten even in de reacties, jongens, wat jullie ervan vinden van de ruimtegrot. Gaan we nu langs onze Fred-stambeeldjes. Hey, er staat... Oh, dit is natuurlijk... Ik hou van groen. Ja, dat komt omdat Fred petjes heeft bedacht op mijn stambeelden. Goed, de belasting. Belasting van Rini, 5 diamonds. En belasting van Anne, 5 diamonds. En voor de rest hebben Floor, Rick, Noah, Julian... niet betaald. Dit is ernstig, jongens. Dit is heel ernstig. Maar wat was de andere post? Voor jou, heet het. Oh jee. Beste Max, met een S. Oh mijn god, wat is dit? Ik heb de brief gezien over een of andere belasting. Ik ben het hier niet mee eens. Arr. Ja, dat is Frederik. Die zegt altijd arr. Ik betaal niet. Je hebt pech. Ik luister niet naar jou. Dat weet je. Groetjes mij, de leidinggevende Frederik. Ik ga nu naar zijn huis toe. Ik ga dit met hem bespreken, want hij moet ook geen belasting betalen. Frederik kan hier niet op deze simpele manier mee wegkomen. Hij is een inwoner van mijn dorp. Hij zegt dat hij leidinggevende is. Is hij niet. Dus laten we hem even straffen voor dit. Oeh, René heeft het kattencafé gekocht, dus daar kan ik geld ophalen. Top. Nice. Dat is leuk. Dan gaan we dat gaan we ook dan nog even doen zometeen. Gaan we helemaal even daarheen. Kijk, daar loopt ze ook toevallig. Daar komt het kattencafé. Frederik, daar kom je niet mee weg. Ik kom eraan. Stinkman, die schrijft ook gewoon weer een boekje dat hij het niet gaat doen. En dat hij niet gaat met... Oh, kijk trouwens, imagine daar de dam. Oh, dat gaat zo mooi worden. Frederik! Oh nee, hij heeft zijn huis weer helemaal in constructie. Je kan er weer bijna niet doorheen kijken. Wat is je man doen? Frederik, kan je nametag zien? Wie deur is open? Ah, daar ben je. Ah, Frederik, ik heb je boekje ontvangen. En ik... Hij doet de deur gewoon met mijn neus dicht. Frederik, doe ze open. Ik heb je boekje ontvangen en ik wil het er met je over hebben. Mag ik binnenkomen? Ja, dan maar... Ja, de man. Even mag snel het? Dan. Even snel. Oh mijn god, wat ben je allemaal weer aan het doen? Wat is dit dan? Wat is dit? Geen vragen stellen. Geen vraag. Ik heb jouw boekje ontvangen. En ik wil het er even met je over hebben. Jij moet ook gewoon belasting betalen. Jij woont in mijn dorp. Je bent teruggekomen. Je hebt zelfs Coldwell Veen proberen op te blazen. Ik moet jou zelfs het dubbele vragen om hier te mogen wonen. Nee, vind ik niet. Hoezo niet? Hoezo denk jij dat jij geen belasting hoeft te betalen? Ik ben superieur. Superieur voor wat? Wat ben je aan het... Wat is dit? Geen vragen stellen, zeg ik, toch? Sorry. Geen vragen. Prima. Hallo. Ik sta hier. Hallo. Sorry. Sorry. Waarom... Jij gaat gewoon belasting betalen. Wacht even. Zo, je bent zo terug. Wat is je aan het doen? Jongens, wat is dit? Wat is dit? Zien jullie dat gezicht? Of ben ik de enige? Oeh, wat is dat voor een gezicht? In het donkere. Ik had het gewoon niet zien. Is heeft hij een lichaam? Wat is dat? En wat is dit? Wat wordt hier gebouwd? Een of andere poort. Met lasers hier. Boekjes hier. En wat is hier boven? Oh. Maar jij gaat belasting betalen. Klaar. Nee. Ik geef je boekje terug. Jawel. Ik verwacht 5 diamonds van jou in mijn brievenbus. Anders zijn er problemen. Dan haal ik de politie erbij. En dan komen ze in je huis. Weet ik wat allemaal, oké? Okay? Dat zullen we nog wel eens zien. Ik denk dat jij degene bent met problemen. Frederik. Ja. We houden contact. Ik verwacht... Het liefst niet. Ik verwacht belasting. Ik verwacht betaling. Oké? Okay? Ik verwacht ook wel eens wat. Ja, ik wil je eigenlijk helemaal niet je terug hebben, maar hier, ik sluit de deur tegen je eigen gezicht. Ach, kijk, ja, dat is achteren. Toch jammer. Ik wil fietsen achter, doe het even opnieuw. Kom op. Zo, komt ie. Zo. Raakte die je gezicht? Ja. Hier, nog een keer, doei. Dag, Frederik. En dan nog iets. Nou? Jouw tijd komt nog wel. Jongens, Frederik die wil nog steeds mijn dorp overnemen, dat weten jullie. Maar hij bouwt een paar hele vreemde dingen. Ik weet nog niet wat dat enge gezicht was wat ik daar zag. Maar ik denk dat we daar maar even rekening mee moeten houden. Misschien dat ik even een keertje stiekem in moet breken in het huis en kijken wat ik daar allemaal kan vinden. Maar dat is iets voor de volgende aflevering. Laten we voor nu nog heel even langs het kattencafé gaan. Om daar even mijn geld op te halen. En dan hoop ik maar dat de belasting morgen misschien betaald is. En anders moet ik nog een keer langs Frederik, moet ik langs Julian, moet ik langs Rick... Moet ik langs Noah? Oh, die hebben allemaal niet betaald. Oh, wat zijn er veel katten. Oh mijn god, René, wat heb je veel katten. René, wat heb je gedaan? Ik herken mijn eigen katten niet eens meer. Er lopen ook babypoesjes doorheen. Oh mijn god, dat is hij cute. Oh, het zijn er 2! Het waren er 2! Oh, dat was even heel eng om te zien. Ik stak er een gezicht uit. Oh mijn god, het zijn er 2. Oh, wat zijn dit veel katten. René, wat heb je gedaan? Oh mijn god, die wil ik ook. Ik wil ook zo'n zwarte kat. En zo een eentje met die neusje. Kijk, die met het neusje hier. Hun neusje zit tussen hun ogen. Wat heb jij veel katten? Ja, klopt. Waarom? Het zijn er zoveel. Het zijn... Ja. Het zijn er echt heel veel. Weet je hoe het komt? Ik wil dus laten opstaan met vis.
Ah, en toen liet je ze allemaal hatsenbatsen en nu heb je 100 miljoen kleine babypoesjes rondlopen. Maar, ik heb net betaald. Ja, 20 diamonds, maar ik zie ze niet liggen. Nee, Frederik, ik heb ze net gestolen. Dankjewel, ik ga het terug regelen. Frederik, hallo, waar ben jij? Hij heeft letterlijk de 20 diamonds gestolen. Oh, maar deze, waar is hij? Ja, sowieso weer thuis. Man, met 20 diamonds. René heeft natuurlijk gewoon netjes betaald voor het huis waar ze het kattencafé wil bouwen. En nu heeft Frederik met 20 diamonds gestolen. Dat meen je. Ik ga gewoon naar binnen. Frederik, teruggeven. 20 diamonds. Nee. Hoezo nee? Hoezo heb jij 20 diamonds gestolen? Letterlijk, dat is deel van het koninkrijk. Niet van jou. Ik zei toch, ik pak de leiding. Alles is natuurlijk voor mij. Nee, dit is. Je hebt die huis helemaal niet gebouwd. Dat geld gaat toch niet naar jou? Dus? Dus, dat zijn mijn 20 diamonds. Nou, weet je wat? Hier heb je die belasting dan is het goed. Ja. Hoezo? Hier heb ik de belasting. Oh, mijn race. Oh, ik kom terug voor jou, Frederik. Ik kom terug voor jou. En ik voor jou. En jij voor mij, ja. Oké, jongens. Frederik heeft dus nog steeds 15 diamonds. Krijg ik van. Ik ben letterlijk beroofd. Ik ben beroofd door Frederik. En ik kan het, ja. Wel met, ja, ik kan het wel forceren terugstelen van hem. Ik weet nog niet zo goed wat ik met Frederik moet doen. Want ik weet wel dat hij in staat is om echt hele vervelende dingen telkens te doen. Net zoals een heel ruimtestation bouwen wat alles hierop kan blazen. Dus misschien moet ik het volgende aflevering moet ik maar even inbreken in zijn eigen huis. En daar dan gewoon mijn diamonds terugstelen. Letterlijk die laatste 15 plus nog 5 voor de echte belasting. Wat een loser is Frederik, jongen. Oh, weet je, mijn geld stelen. Ik hoop niet dat hij aan de andere kant van de oorlog gaat staan, jongens. Want er is weer een oorlog broedende natuurlijk. Een burgeroorlog. Tja. Zouden jullie chill vinden als hij aan mijn kant stond van de oorlog? Ja, ik denk dat ik dat niet, zelf niet heel chill vind. Even denken, oh, waar ga ik dit kwijt? Waar kan ik dit kwijt? Waar staan nog meer lecterns die leeg staan? Sowieso, hier staan nog wel lege. Hier staat een lege lectern en hier staat een lege lectern. Zo, dan de 15 diamonds gaan natuurlijk in de ender chest. En dan hopen we dat Fred binnenkort een keertje klaar is met die stomme stinkbank van hem. Dan kunnen we mijn kluis kunnen we openen en kunnen we daar allemaal geld zetten. En dan voor nu, jongens, vind ik het mooi geweest voor vandaag. We hebben heel veel progressie gemaakt. We hebben een groot begin gemaakt aan het nieuwe gedeelte van de stad. De belasting opgehaald, de ruimtegrot gezien. Beroofd zijn we. Frederik hebben we een beetje weer contact mee gehad. En het blijkt dat hij wel echt weer druk bezig is in zijn huis. Dat hij niet stil heeft gezeten. De burgeroorlog is nog steeds gaande. Maar de belastingdienst hebben ze niet betaald. Dus ik denk dat we weer een volgende stap moeten zetten. Een volgende maatregel moeten nemen. In de hoop dat ze dan wel iets gaan doen. Oh mijn god, daar is Frederik. Ik schrik me helemaal kapot. Oh mijn god. Oh, hij was me aan het bespioneren. Dan voor nu, jongens. Dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker eventjes niet te liken. Kom op, like gewoon even de video. Vergeet ook niet te abonneren, want we gaan nog steeds voor 200.000 abonnees. Ja, kijk nu lekker het vorige content Veendeel. Want hierin is ook heel veel leuks gebeurd. Heel leuk content Veendeel. Kijk hem zeker nu eventjes, anders heb je een groot probleem. Dan kom ik je opzoeken. En nu spreek ik laat glaasje water. Tot 4 plus 4. Tot de volgende keer. Doei!